In uh, organisaties leven er soms pijnpunten die overgedragen zijn vanuit het verleden. Dat gaat soms over uh, onverwerkte fusies, uh, ontslagen die onjuist gebeurd zijn, of reorganisaties die top-down gebeurd zijn, waar dan mensen eigenlijk niet uh, vlot hebben mee kunnen omgaan. Dat geeft een bepaald effect op mensen en kan als een trauma blijven verder leven. Zaken die niet verwerkt zijn en die dan vervolgens in het heden. Als een soort rolerende rekening gepresenteerd worden. De leidinggevende, de coach, de trainer, denkt dan een eenvoudige oplossing te bedenken of een bijdrage te leveren en stoot op die dieperliggende kwesties. Dat gegeven van trauma in organisaties dat is hetgeen dat Philippe Bayeur heeft in zijn boek centraal gesteld. En zijn bijdrage is precies dat begrip te gaan articuleren. Ik ben een beetje voorzichtig met de term trauma omdat dat toch wel een beetje klinkt als pathologiseren of medicaliseren van uh, organisaties, maar het uh, feit is wel dat als je uh, scheppend of uh, ontwikkelingsgericht wil bezig zijn uh, in je leven, hè, dat je toch soms niet van onderuit kunt om naar het verleden te kijken en naar die onverwerkte zaken. En die moeten eigenlijk aangepakt worden, die moeten gehield worden. Zodanig dat de organisatie terug een levenssysteem wordt. En dat is juist de bedoeling van Philip, Niet zozeer de trauma om het trauma, maar in feite het trauma bespreekbaar maken om de organisatie tot een levenssysteem te maken. die in staat is om de hedendaagse complexe uitdagingen aan te kunnen. De bijdrage van dit boek is de gigantisch vele voorbeelden en tekeningen die erin vermeld staan, waardoor je dat soort dieperliggende kwestie leert zien. Philip heeft ook heel mooie. Structurerende methodieken, een begrip zoals traumaval, heel interessant, goed, goed. En dan op de achtervlak bijvoorbeeld ook de trauma-diamant-methodiek om eigenlijk ermee aan de slag te gaan. Voor mij is dit boek een essentieel onderdeel voor organisatiecoaches, maar ook voor teambegeleiders, leidinggevenden, trainers enzovoort. Een echte bijdrage om dat aspect te leren benoemen en te leren zien.